Ze is toch nog een beetje aan te raden om even lekker door de waterbakken te poedelen. Dat zou leuk zijn voor het spektakel. Maar aangezien die temperatuur is het een aanrader om het even te doen. Lekker mondbakje. Zo is het maar fijn dat er weer een soort nooduitgang gecreëerd is in deze waterbak. Dat kan je altijd. Dit is de water. Deze dag is natuurlijk ook mogelijk gemaakt door een aantal sponsors. En voor die sponsors hebben we een schitterende VIP-tent neergezet. Nou, ik kan zeggen, het uitzicht is geweldig over de baan. Mensen die iedere keer vastzitten, dat ze toch nog een keer denken van ik ga toch. Naarmate de dag vordert dat het.
bij de parkeerplaats bij de start de ingang voor de kinderen uitrijden. Ja. Het is inmiddels ook een beetje lunchtijd geworden, dus voor degenen die nog wat willen verslapen. Ze zien maar dat er zeker wel een halve meter aan klei en blubber in dit gat zit. En uiteindelijk denk ik dat dit een van de grootste uitdagingen van het parcours is van vandaag. Zodat de kinderen ook lekker mee kunnen rijden over het parcours. Het is wel leuk dat de buggy van Tim Coronel meegenomen wordt naar een evenement als dit. Omdat eigenlijk de agenda van Coronel natuurlijk vrij vol is. En dan was het zo dat de monteurs die de auto's onderhouden, een vrije dag hadden.